Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en ik sta hier bij de Volkswagen Amarok. Een hele set Volkswagen Amaroks. Die auto heeft de International Pickup Award gekregen voor 2018. En ja, wat moet je nou eigenlijk met zo'n Amarok en wat betekent zo'n International Pickup Award? Ik kan me voorstellen dat je in Barneveld woont of in Heerhugowaard, dat je denkt, ja, zo'n Amarok, wat moet ik ermee? Daarom heeft Volkswagen ons meegenomen naar Oman. Hier heb je alle soorten bergen, woestijn, wat je maar wilt om zo'n Amarok eens even goed uit te proberen. En misschien wel erachter te komen waarom die nou die pick-up award gekregen heeft. Er is hier een hele batch aan Amaroks. En wij gaan starten met deze rode, 120 kW. Maar de rest komt vast ook nog aan bod. Onderweg vertrokken vanuit Muscat en we gaan een heel eind langs de kust rijden naar een dorpje dat Fens heet, als ik het goed uitspreek. In Arabisch is het niet zo geweldig. Voorlopig rijden we alleen nog maar over asfalt. Dus we hebben een Amarok bij ons met 150 pk en fraaie terreinbanden, maar voorlopig gebruiken we die nog niet. We rijden een convoy, dus het begint redelijk kalm aan allemaal. Dat is helemaal niet erg. En dan, kunnen we rustig even van de omgeving genieten, want die is wel indrukwekkend. We zijn nog steeds onderweg met de rode Amarok, die je aan het begin ook al zag. Maar inmiddels trekken we het gebergte in. We gaan geloof ik naar 2000 meter hoogte. En dan gaan we terug naar 15. En 150 pk, ja, dat denk je van nou, dat is in Nederland meer dan genoeg. Maar hier in de bergen is het er af en toe best moeilijk mee met het handzesbakje. We moeten af en toe terug naar de 2 en heel soms zelfs naar de 1. Ik heb al een keertje even stilgestaan zelfs. Dus hard werk hier, maar wel hartstikke gaaf. We'll be right back.
allerlaatste daglicht kan ik jullie berichten dat we zijn aangekomen in het eerste kampement. Na 311 kilometer. Achter mij staan de Amaroks. Ik kan er al niet zoveel meer van zien. Ik zal even de camera even omkeren. Daar staan onze tentjes en de Amarok. En verderop wordt de barbecue klaargemaakt. Het kampvuur staat al aan. Dus dat wordt vast een gezellige avond onder, ik hoop, de sterrenhemel. Maar het is nogal bewolkt momenteel.